Het is een eer voor mij om te beginnen vandaag met Lucinda Sedok. Een heleboel mensen kennen haar ook van social media, waarbij ze vaak van dat soort sketches plaatsen. En daar kun je altijd ook wel wat leren. Op een met een vleugje humor zou men zeggen. Goedemorgen, Lucinda. Goedemorgen. Van harte welkom. Dank je wel. Bedankt dat ik hier mag zijn. Hoe lang bent u al in Suriname? Een week, bijna een week. Ja? Ja. En ja. Er zijn al shows geweest? Klopt. We hebben Girlstrip inderdaad gehad. Op de 12e in Torarica was een groot succes. Dat was helaas een eenmalig optreden. Maar daar kom ik met Gods wil misschien eind dit jaar of volgend jaar mee terug. En vanavond en morgen sta ik in Thalia met de show Lekker Lang Lusje. Is een andere show, maar daar is iedereen welkom. Dus niet alleen voor vrouwen. En het wordt een feest, want ik ga dan werken met personages. Oké, dus je bent met twee shows eigenlijk. Ja. Oké, vertel ons een beetje over Lucinda Sedok zelf. Ik ben Lucinda Sedok. Ik ben bijna 37 jaar. Ik ben een moeder van twee. Ik heb een zoontje van twee, alleenstaande moeder. Maar het maakt helemaal niet uit. Powerwoman. En ik doe nu al 10 jaar comedy. Ondertussen heb ik wel dingen geschreven, ook voor andere mensen. En het werd nu tijd voor Telesuur dat men inderdaad kennis maakte met Lucinda Sedok. En vandaar dat ze me die extra power hebben gegeven met inderdaad thema de vrouw. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, we laten Lucinda inderdaad overhalen om kennis te maken met Suriname en Suriname met haar. Dus dat is de eerste keer eigenlijk? Ik ben 2016 was ik ook hier en toen was ik voorprogramma van Den Boy. Mm-hmm. Dus toen had ik een kleine bijdrage daarin. Dus nu is het wel echt de eerste keer dat ik mijn eigen ding kon doen. Vertel ons, hoe is het zo ver gekomen? Je bent 10 jaar bezig nu met comedy, hoe ben je erin gestapt? Voorheen deed ik dus inderdaad alleen theater, acteren, schrijven, regisseren. En toen heb ik een comedy workshop bij Jeffrey Spalburg gevolgd. Ja, bekende naam, ja. Ja, en elke keer Jeffrey me zag, zei hij, je moet iets met comedy doen. Er zijn weinig vrouwen, het gaat je makkelijk af, je hebt talent. En ik had zoiets van, nee, dat ga ik niet doen. Het is puur theater, dat is mijn ding. En elke keer als Jeffrey me zag, zei hij tegen me van, luister, je moet iets met comedy doen. Toen dacht ik, weet je wat, iemand als Jeffrey Spalburg heeft betere dingen te doen dan mij elke keer aan te spreken van, doe er iets mee. Ik heb het uiteindelijk geprobeerd. En we zijn 10 jaar verder, dus ik ben Jeffrey ontzettend dankbaar. Maar dat zou ook mijn vraag zijn. Klopt, er zijn maar weinig vrouwen, en zeker vrouwen van Surinaamse afkomst, klopt. In de stand-up comedy wereld. Jij bent er één van. Ja. Is het makkelijk, is het moeilijk om je staande te houden als vrouw? Ja, ik moet zeggen, de laatste tijd komen er gelukkig wel meer vrouwen. Ik denk dat ook de reden dat ik hier sta is natuurlijk sowieso blessings van de lieve Heer, maar ook gunfactor. Mm-hmm. Mensen moeten iets in je zien. En dat geluk heb ik tot nu toe gelukkig gehad. Maar er zijn vrouwen die zeker aan de weg timmeren. En die ook heel goed bezig zijn. Dus ik heb vermoeden dat de toekomst glansrijk met humor en vrouwen gevuld zou worden. Oké, zijn er mensen naar wie jij opkijkt in deze wereld? Ja, en dan is het Amerikaans vlak of Surinaams vlak? Surinaams vooral, ja. Natuurlijk. Ik ben natuurlijk een ontzettend grote fan van Ruwe Verveer. Mm-hmm. Ik vind hem geweldig. Meneer Jürgen Reimann. Nou, en meneer Clifton Braam, dus dat zijn dan de namen. En dan heb je natuurlijk de iets jongere generaties, zoals bijvoorbeeld Ryan Pandey, die heel goed bezig is. Dus, dus net Murt Mossel, dus dat zijn echt de namen waarvan... En het zijn grotendeels alleen mannen. En dat is niet eens zozeer omdat ik geen vrouwen als eventuele voorbeeld heb. Maar dat zijn nu wel de mannen waarvan ik denk, het zijn mannen, but I'm coming. Ik ben onderweg. En precies die status zal ik ook met Gods wil bereiken. Oké. Even terug naar de show die al geweest is hier in Suriname. Hoe is de ontvangst geweest? Wat is de ervaring geweest? Geweldig. Ik vind het meestal raar om te zeggen, om dat over mijn eigen show te vertellen. Omdat ik niet de persoon ben die denkt van, oh my god, het is goed gegaan. Mm-hmm. Ik probeer altijd humble te blijven. Maar van wat ik gehoord heb en gezien heb op social media, was het een geweldige top avond. En het mooie was, de vrouwen verschilden van jonger vanaf 30 tot de mooie oudere vrouwen van 70, 80, 90, die 90 jaar zijn. En iedereen heeft genoten. En een staande ovatie op het einde, ik werd er gewoon bijna emotioneel van. Ah, ja. Dus Girlstrip, dat krijgen we niet meer keer. Nee. En zaterdag en vanavond is dat? Lekker Lang Lusje. Lekker Lang Lusje, wat kunnen de mensen daarvan verwachten? En zijn er nog kaarten? Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ja. Die kan men bemachtigen op de Telesuur-kantoren. En er is natuurlijk ook een actie, want ik heb natuurlijk gezegd van, we willen de mensen inderdaad toch een tegemoetkoming geven. Als mensen 3 kaarten halen, krijgen ze eentje gratis, want dan kan je lekker met de groep komen. En de mensen kunnen verwachten Lucinda in verschillende vormen. Ja. Ik kan het zo zien, ik heb verschillende characters mee in mijn koffer.
Okay. Waar men ook kennis mee gaat maken. Dus men krijgt Lucinda in verschillende vormen te zien. Dat zou ik net vragen, want meestal hebben stand-up comedians zo'n alter ego, ja, waar ze vast zou mogen weten welke een van ze is. Nou, het grappige is, mijn alter ego, ik moet er even een andere naam geven, is Sasha Fierce. Mm-hmm. Want Sasha Fierce is officieel van Beyoncé. Beyoncé zegt, het moment dat ik on stage ga, gaat er een knop om en ik ben anders. En dat heb ik dus ook. Mm-hmm. Maar Lekker Lang Lusje heeft verschillende Sasha Fierce. En okay, ze verschillen enorm van elkaar, maar dat is het leukste. Het is hartstikke leuk om een personage te spelen, een bepaalde vrijheid, dat ja, heel anders hoe jij bent. Dus daar geniet ik van. Ik hoop dat de mensen er ook van zullen genieten. Nou, ik twijfel er niet aan, maar ik kan je niet in de studio hebben. Mevrouw Lucinda Sedok. Ja. Ik kan je niet hier in de studio hebben en Girlstrip is al geweest. Ja. Maar ik weet zeker dat een heleboel vrouwen nu ook kijken live via de SCVS en luisteren via de SRS. Mm-hmm. En willen toch wel mogen de mensen een klein beetje van ja, de zin genieten. Jawel. Ik zei ook tegen de dames, kijk als het gaat om make-up. Hè, je ziet er prachtig uit, je weet hoe het moet. Maar er zijn ook dames die niet weten hoe het moet. Ik wil gewoon zeggen, dames, we moeten erop letten. Ja? Als we kleding kopen, de letter S in het kledingstuk betekent niet sexy. Het is gewoon small. Dus weet wat je aantrekt, wanneer je aantrekt. Want het staat niet altijd sexy. Als je je opmaakt, doe het met beleid. Ja? Poeder je niet zelf te veel. Want niemand heeft er overdag iets aan als het lijkt alsof je naar Windy Pree gaat. Dus doe het met beleid. Dat alleen wil ik zeggen. Oké, okay, goed. Dat is een tip. Dat is meteen een tip, hè? Dat is gelijk een tip. Gratis en voor niets. Geweldig. Ik ben heel blij dat je naar de studio bij ons bedankt, bent geweest. En dat we dit gesprek met je hebben mogen hebben. Heel veel succes vanavond, morgen. En we hopen je terug te zien natuurlijk. Ik hoop het ook. Thank you so much. Ja, geweldig. Nou, we hebben zo gesproken met Lucinda Sedok. Ze is dus hier met 2 comedy shows. Ik gaf eerder aan 1. Vanavond heb je dus Lekker Lang Lusje en morgen ook nog in Thalia. En ze heeft dus ook aangegeven dat als je met een groep gebruik ervan wil maken, is er hele mooie acties. Haal 3 kaarten en je krijgt er 1 gratis. Dus iets om gebruik van te maken.